wat heb ik last van de rug, ja. Kupiano nog altijd. Je pensioen is daar. En dus mag je stoppen met werken. Dan kun je achter de geraniums plaatsnemen. Of werken. Vrijwillig. Omdat je je steentje nog even kan bijdragen. Hoi. Hoi. Wie zijn jullie? Wij zijn het tuinteam van de Oosterparkwijk. Ja. En wij werken vanuit Stichting Stiel. Okay. Vanuit het Tresslinghuis hebben we 2 ochtenden per week helpen we alle mensen in de Oosterparkwijk die het zelf niet meer kunnen of ziek zijn. Of gaan wij helpen de tuin opknappen. Tenminste, in zoverre licht tuinwerk, zoals gras maaien, onkruid, een beetje snoeien. Oh. En het zijn allemaal tuinmensen die dat doen en ik. Stuur ze op. Allemaal vrijwillig, ja. Mooi tuintje. Aan de gang blijven is dus het devies. Maar hoe kom je aan vrijwilligerswerk? Die hebben jullie niet daar als adres nou? Jezus. Nou, bijvoorbeeld, ik ben nou 48, hè? Ja, ja, ja. Maar als ik nou 66 ben, 65, ja. 66. En al het hele spultje, het is huurd. En ik wil wat doen. Waarom zou ik dat in godsnaam doen? En waarom moet ik daar? Ja, je moet niks. Je bent nog bezig. Je bent ergens ondernemend bezig. Ja. Je moet de deur uit. En nee, maar dat komt ook ten goede van de samenleving. Van, ja, van de wijk, zeg maar. Hè, mensen die hier werken, dat zijn allemaal mensen uit Oosterparkwijk. Dat is van hele verschillende achtergronden en zo. Dus het is ook leuk om eens een keer met andere mensen in contact te komen. Laten we het nog even een beetje bijsnoeien. Oh ja, kijk. Want dat loopt allemaal weer uit. Ja, komt allemaal weer gras door. Dat gaat zo gauw, hè? Ja, ja, ja. Ja. Kijk, en ik heb hier wat blokjes neergelegd voor de poes. Ja, voor die poes, ja. Ja, zijn die vreemde poesjes. Kom, Nicky. Ja, allemaal de kattenkrakje is allemaal... Nicky, kom hier. Ja, het is allemaal zwerfpoes. Ja, dat is mijn oude poes, die is al 22. We zijn nu op het adres bij een heel lief mevrouwtje. Wij noemen haar allemaal het kattenvrouwtje, want ze voert alle katten uit de buurt. En als ze de deur open gaat, dan zie je ook alle katten tevoorschijn komen. Oh ja, dat zag ik. Dus daar zijn ze nu aan de gang. Maar niet alleen dat. Er worden ook daarnaast, als je vrijwilliger bent, hè, want het is nou het jaar van de vrijwilliger tenslotte, het Europese jaar zelfs. Worden er ook cursussen aangeboden. En als je je ergens in wil verdiepen, dan zijn er dit jaar verschillende mogelijkheden om je daarvoor op te geven. Yeah. En dan kun je gaan kijken van, misschien kan ik daarmee verder mijn kennis mee opdoen. En is dat kosteloos? Het is allemaal kosteloos. Oké. Okay. Ja. En dan mag je hier ook aanmelden. Ja. En dan moet je wel vrijwilligerswerk doen. Ja, ja, ja. Er staat wel wat tegenover. Ik krijg niet voor niks. Nee. Maar het is gewoon heel leuk om te doen. Dus, en je steekt er wat van op. Dat hebben we al verteld. Ja. Dus waarom zou ik het niet doen? Nou ja, goed. Ik heb al 25 jaar uitkering. Ik heb een broer gehad. Ik ben slechtziend. Nog veel meer. Maar in ieder geval, ik verveel me dood. En ik ben 4 jaar meer Groningen naar Stiel gestuurd. En van Stiel, hier ben je dit project. Door de gemeente ben je, hebben ze je gedwongen? Of nee, dat is allemaal eigen initiatief. Ik heb geen sollicitatieplicht. Okay. Ik moet uit huis, ik drink niet, ik rook niet. En ik ben blij dat ik weer zo ver opgeknapt ben dat ik iets kan doen. Ja. En ik wil me nuttig maken voor de maatschappij. Oh. Dus, en dat lukt ook wel met je slecht zicht? Jawel, ik heb iets meer tijd nodig en ik moet er iets dichter op zitten. Maar ik bedoel, ik heb mijn ogen en mijn vingers en mijn oren, dus ik heb er al zo lang last van, dus ik weet hoe het ermee omgaat. Oké, mooi.
hoe kom ik aan vrijwilligerswerk, Theo? Je hebt hier een... Van Stiel heeft een vrijwilligersvacaturebank. Ja. Elke wijk hier in de stad heeft een vacature... map, waar alleen allerlei vacatures staan, wat vrijwilligerswerk is. Dat is in de hele stad zo? Ja, wat je kunt eigenlijk wat we hier in Oosterparkwijk doen als voorbeeld, wat er eigenlijk door de hele stad in alle wijken gebeurt. Oké. Okay. Er zijn dus, je hebt een stip, zoals hier, daar kunnen mensen zich opgeven en dan zetten er al een paar organisaties achter waarbij vrijwilligerswerk plaatsvindt. Ja, en dat zijn er nogal wat. Dat zijn er wel wat, ja. Nou, Stiel is natuurlijk degene die het vrijwilligerswerk onder zijn beheer heeft, maar het MJD die doet heel veel met vrijwilligerswerk. Humanitas doet heel veel met vrijwilligerswerk. Ja. Nou, eigenlijk is het te veel om op te noemen. Ja. Dus, jij organiseert dus, zei je, en je controleert ook, of doe je dat niet? Ja, als de meeste opdrachtjes, dat lukt wel in één ochtend, maar er zijn ook veel grotere tuinen als deze en dan moeten ze er een paar keer heen. En zo gauw als de tuinmensen tegen mij zeggen van het is klaar, dan fiets ik er even naartoe om te kijken of de mensen tevreden zijn. 80, niet ben jij? 85. Van die Harry was je naam toch? Harry. Ja, ik ben 65. 65, ja. Een beetje structuur hè, in je leven. Ja, hè? Daar ja, doe jij het voor. Ja, een beetje, ja. Dat je dan een paar keer in de week. Ja, een beetje, dat ik een beetje eerder van bed afkwam en zo. Ja. Dus het is ook nog goed voor je structuur, dus zo. Goed hoor, ik vind dat hartstikke knap. Ja, het is ook leuk werk wel. Hè? Ja, hè? Ja. Ja, maar nou tussen twee hoekjes is dit niks voor mij. Hoe bedoel je? Beetje in de grond zitten krabben. Huh? Beetje in de grond zitten te krabben. Nou ja, als je wil, dan mag je je opgeven hoor. Ik bedoel, altijd welkom. En ook al komt de winter er straks aan, dan doen we andere klussen. Sneeuwruimen en dat soort dingen doen we ook allemaal. Dus. Nee, dankjewel. En de kerstbomen opzetten in het Tresselhuis. Oh ja. Dus, ja, dat is wel leuk. Nou, je bent bijvoorbeeld geïnteresseerd in een van die vacatures. Ja. En dan neem je contact op met de medewerker van Stiel. En die loopt het dan met je door. Wat zijn de verhalen, de wensen? En misschien komt die dan ook nog met andere vacatures die er nog zijn. En dan kun je zelf gaan bekijken of je dat wilt doen. En dat maakt niet uit hoe oud je bent, wat voor achtergrond je hebt, of je werk hebt of niet werk. Als je denkt van, nou, ik heb er tijd over en ik wil me ergens voor inzetten, moet je het vooral doen. Met beperking ook wel, dat je bepaalde beperkingen... Altijd wel een, iets voor je te vinden waar je je ei kwijt kunt. Als je een rolstoel zit of in, dat kan ook maakt allemaal. Maakt niet uit. Oké. Okay. Ja. En is er wel belangstelling voor vrijwillig werk? Ja. Hier in de wijk? Als je kijkt wat hier allemaal gebeurt, nou, je hebt bijvoorbeeld de wijkrand hier. Deze wijkraam wordt helemaal door vrijwilligers in elkaar gezet. Ja, ja. Dus daar is al een voorbeeld van mensen die vrijwilligerswerk doen. Maar als je nou die wijkraam dus open doet, dan zie je hier bijvoorbeeld al een stukje over welkom in de Oosterparkwijk. Dat zijn een groepje vrijwilligers van mensen die krijgen van de corporaties namen van mensen die hier in de wijk komen wonen. En zij gaan dan bij die mensen langs om ze welkom te heten. En dat doet, en er gebeurt er heel wat vrijwilligerswerk hier. Ja, er is ongelooflijk veel vrijwilligers. Ja. Als dat er niet zou zijn, zou het er hier een stuk anders uitzien. Ja. Dat durf ik wel te zeggen. Ja. Vrijwilligerswerk is heel belangrijk. Ricky zegt tegen mij, bij het tankteam. Ja. Ik zei, mag ik wekken. Ja. Ik zei ja. Is dat niet zo zwaar voor je? Nou, ik vind het leuk. Ja. Nou ja, als het zwaar ik doe een beetje rot te gaan. Niet, niet het zwaar, de mannetjes die letten wel op je. Ja. Goed ik, zo. Op ramen en zo. Oké. Stakken. Kniepen, scharen. Ja, nog goed. Ja. Ik voel me gelijk weer een stuk jonger. Nog meer vragen? Ja, nog meer vragen. Is dit voor jou ook vrijwilligerswerk? Dit is voor mij vrijwilligerswerk. Ja, ik woon 2,5 jaar in Oosterparkwijk. En ik, aan mijn stem, aan mijn dialect kan je natuurlijk wel horen dat ik geen Groningse ben. Ik heb altijd in het westen gewoond en op een gegeven moment kwam ik in Groningen wonen. Hier in de bananenflat. Ja. En ik ben iemand die op pad gaat en gaat kijken wat er allemaal te doen is. Dus ik ben door de wijk gaan wandelen. Toen zag ik bibliotheek. En toen zag ik koffieochtenden, maandag en woensdag. Ik denk, oh, daar ga ik even naartoe. Ja. Een potentiële vrijwilligster. En daar ben ik dus ingetrapt, zeg maar. En waarom zag je een vrijwilligerswerk? Omdat ik heb zelf werk ik niet meer. Nee. Maar ik ben niet iemand die stil kan zitten. Ik moet wat te doen hebben.
En om dan de hele dag thuis tv te gaan zitten kijken, lezen en breien, dat is af en toe wel een dagje leuk. Maar ik wil ook een beetje structuur hebben. De afgelopen vakantie, 3 weken, was ik na 1 week eigenlijk al zat. Dus dan ging ik af en toe maar even koffie drinken in het Tresslinghuis. Ja. Want dan miste ik het wel. En hoe oud ben je, als je dat zeggen wil? Oh ja hoor, 62. Oké. Okay, ja. Ah, dan ben je ook nog jong. Ja, vind ik wel. Maar die is ook alweer om het terugrijden. Oké. En bij elke organisatie, of je nou commercieel bent of hè, je bent ondersteund door subsidies of wat dan ook. Oh. Als je vrijwilligers nodig hebt, dan kun je dat hier dan kun je dat in een vacature maar plaatsen. En dat is in elke wijk zo. Als nou iedereen zou zeggen, nou we doen het niet meer, nou, dan heb je ook niet meer die ontmoetingsplek. Dan denken ze dat maar eens met elkaar, wij met elkaar. Ja. Ja. Ja, duidelijk het verhaal? Nou, ja. Okay. Percy is 69 hoor. 69, Percy. Ja. Ik hoorde dat jij 69 bent. Ja. En jij doet dit allemaal nog gewoon zo. Maar omdat ik het nog even kan. Dus wil ik even meedoen nog een beetje, zolang het gaat. Ja, ik bedoel, je doet zeker wel eens tuintjes bij mensen die jonger zijn als jullie. Nee, bij mensen die het niet meer zelfs kunnen. Nee, precies, ja. Dat is het beste. Dat die vind ik kunnen geholpen worden, weet je. Ja. 69. Ja, maar niet 69. Ja, 69. Ja. Is niet Percy Sletsch hoor, dat is iemand anders. Maar je signaleert dus ook, zeg ik, maar. Ja, zoals ik net zag, het daar op nummer 5 ook een tuintje wat er vreselijk uitzag. Dus dat geef ik dan even door aan de buurtconciërges. Ja. Dan krijgen de mensen van de buurtconciërges een kaartje in de bus. En dan kunnen ze contact opnemen via Stip met het tuinteam van de Oosterparkwijk. Hebben ze alles al gedaan? Ja, dat tuintje is al klaar. Ja, klaar. Hoef je geen afspraak meer voor te maken. Dit was Lekker op Steef voor nu. We hopen tot een volgende keer. Succes jullie verder. Ja. Misschien heb ik jullie ook nog wel een keer nodig. Dat is gewoon toe, ja. Zij heeft helemaal geen tuin, hoor. Een balkon. Ja, nou, dat zijn ook plantjes. Waar dan? Tussen de tegels. Je hebt helemaal geen tegels op je balkon. Ga gewoon door. Beton dan. Ik ben een klieren hoor, ik ga graag klieren. Vind ik zo leuk. Wist je nou nooit om in het balkon geweest? Dan was je dat wel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Maatschappelijk Juridische Dienstverlening.